Zoals u weet, als u er al eerder zat, is deze hele avond, zijn hier auteurs te gast die op deze bijzondere plek de tekst van mijn leven, de tekst van speciale, die een speciale liefde heeft, voorlezen en er ook iets over vertellen. En dat is een van de redenen waarom u ook de tekst uitgereikt krijgt. U wordt ook van harte uitgenodigd om zelf ook vragen te stellen. Anders zal ik dat doen en Tanja Jatna Nansing aan de andere kant en onze vereerde gast is Anne Provoost. Zij, de Vlaamse auteur, veelal kinderboeken, maar niet alleen. Zij heeft een tekst gekozen van Toni Morrison en ja, misschien is het beste om die gewoon eerst te lezen. Of zou je er tevoren al iets over willen zeggen? Ja, het lijkt mij wel. Ik denk dat het wel een beetje een info, een intro behoeft. Ja. Goedenavond trouwens, iedereen. Hebben jullie het ook zo warm? Ja, wij smelten. Misschien even schetsen waar ik het boek heb leren kennen en ook hoe je Morrison moet lezen. Want anders denk ik dat het effect zou kunnen zijn op het publiek dat het resultaat hetzelfde is als wat met mij gebeurde de eerste keer dat ik haar las. En dat was een van de relatieve onbegrip. En waardoor ik eigenlijk het boek in eerste instantie opzij heb gelegd. En dat wil ik net niet. Ik wil niet dat we dat vanavond meemaken, want ik kreeg toen de vraag gesteld werd naar het favoriete fragment meteen van de organisator van Writers Unlimited. De reactie, nou, jij bent wel de persoon die het meest overtuigd is van wat haar favoriete boek is. En ik vermoed daaruit dat heel veel schrijvers reageerden met, mijn favoriete boek, ik weet het niet, ik heb er geen, ik heb er zoveel. Zoveel, ja. Ja. Bij mij is dat echt, met kop en schouders steekt dit er bovenuit. Ik draag het al heel lang met mij mee. Er is een tijd geweest dat ik er zelfs niet meer over durfde praten, want het wordt aan de auteurs natuurlijk wel meer gevraagd. Wat is je favoriete boek? Omdat ik mij zo schaamde over het feit dat ik altijd met hetzelfde boek kwam aandraven. Nu ben ik word dit jaar 50, begin ik stilletjes aan te hopen dat het niet meer verandert. Ik was vroeger ongerust omdat het niet veranderde. Ik dacht, wat stel ik mijn smaak niet bij? Of wat is eigenlijk mijn probleem? Nu denk ik, dat moet nu maar zo blijven. Dus ik hoop dat het zo kan blijven. Stel je voor dat ik nu een boek lees dat ik echt veel beter vind. Dit boek heb ik leren kennen voor de tijd dat Morrison de Nobelprijs kreeg, denk ik. Wanneer had ze hem? 83 of 89, nu twijfel ik. In mijn hoofd, ik dacht 89, maar ik weet 89, niet zeker. Kijk ook naar de zaal, maar ik denk 89. En ik woonde toen in de Verenigde Staten. Ik woonde toen niet meer in de Verenigde Staten. Ik woonde in de Verenigde Staten in 87, 88. En ik had dit boek, maar ik had het in het Engels. En ik ben erin begonnen. En dit boek is spooky. In de zin, er is een hele metawereld. Er zijn geesten en die spelen een rol. Nu, er is natuurlijk niet veel nodig voor je denkt, dit is een fantasy. Of dit is, hier kan ik niet inkomen, want ja, dit is bijna magisch realisme. Hè? Ja. Ik heb zelf tamelijk veel problemen met magisch realisme. Het moet al heel goed gedaan zijn voor ik het goed vind. Om de eenvoudige reden dat je natuurlijk altijd zoekt naar de functionaliteit van het feit dat iemand plots begint te zweven of weet ik veel, er spuit bier uit zijn oren of wat dan ook. Ja. En dit heb ik ogenblikkelijk bij haar gevonden. Ik heb direct gezien hoe zeer functioneel haar magisch realisme, maar dat is het zelfs niet, denk ik, want Ze gaat eigenlijk uit. Nee, laat ik bij het begin beginnen. Ervan uitgaande dat jullie niks van het boek weten, wat misschien niet het geval is, dan verontschuldig ik mij. Maar dit gaat over een slavenvrouw in de, ja, aan het eind van de slavenhandeltijd. Op het moment dat in Noord al een verbod was op slavernij en we met dat schisma zaten dat mensen nog slaven konden zijn in het zuiden, maar als ze erin slaagden om te ontsnappen naar het noorden, dan waren ze vrij. Zij ontsnapt, zij heeft kinderen en haar kinderen zijn vooruitgestuurd. Zij komt
aan. Zij is zwanger en zij heeft nog een kind aan de borst. Dat kind dat aan de borst is, is ook vooruitgestuurd. Dus je hebt al die hele symboliek van een vrouw die zwanger is. Ze draagt een kind in zich, maar zij heeft ook melk. In het boek wordt dat heel erg geproblematiseerd. Die melk vloeit, die melk wil naar dat kind. Maar dat kind is er niet, want het is vooruitgestuurd. En dan komt ze aan, ze is daar dus met haar 4 kinderen, 2 zoontjes en 2 dochtertjes. Alles gaat goed tot een bepaald moment en daar mag ik verder niet over praten, want daar gaat het hele boek over. Nu, wat doet zij als zij daarover vertelt? Zij introduceert eigenlijk niets. Dat vind ik de kracht aan haar literatuur. Dus je gaat in het verhaal, in medias res, je krijgt nauwelijks uitleg. Maar zij is heel precies. Waardoor als je aandachtig leest, en dat moet je dus wel doen, het is niet een lekker weglezend boek, je ook ogenblikkelijk voelt wat er te onthouden valt, maar het kost je ook geen enkele moeite omdat ze zo beeldend de zaken voorstelt. Dus zij kan een nieuw personage introduceren. Zij zal die één eigenschap geven die zo beeldend is, dat als zij de volgende keer zegt, de persoon X, Y zit met deze of deze eigenschap, je dat complete figuur ziet. Maar dat doet ze niet alleen met personages, maar ook met omstandigheden, met tijd. Zij creëert voortdurend ook neologismes voor situaties die ankerpunten zijn in het verhaal. Dat doet ze ontzettend mooi. En ik denk dat ik dat, want ik weet dat dit allemaal een beetje theoretisch klinkt, maar ik denk dat ik het een beetje kan illustreren door dit fragment te lezen. Ik heb heel bewust een fragment gekozen dat eigenlijk op de slechts derde bladzijde staat. Waarin je al 2 bladzijden hebt gelezen, waarin je denkt van hier kan ik geen touw aan vastknopen. Dit is ingewikkeld, maar dit is heel beladen. Er is iets heel dramatisch gebeurd. Al deze mensen hebben een enorm trauma. Goed, je leest dat boek over slavernij, dus je weet ook al dat je te maken hebt met mensen die gekwetst zijn. En dan geeft ze ons bijvoorbeeld dit fragment. En ik ben nu al met mezelf aan het overleggen wat ik erover zal zeggen. Ik denk eigenlijk dat ik er helemaal niets over moet zeggen. Het enige wat ik misschien kan zeggen is dat het fragment gaat over het feit dat zij een grafsteen laat maken. En dan heb ik genoeg gezegd. Ja. En dan lees ik dit en dan moet je je niet voorstellen dat het een fragment is uit een tekst waarvan je vermoedt dat er al een hele intro is en alles is al uitgelegd. Dus, dit is easy digestible, makkelijk te verteren, want je hebt voorkennis. Nee, die heeft de lezer op dit moment in het boek net zo min als jullie allemaal. Maar dan zullen jullie ook voelen, ik lees 2 paragrafen, hoe ze op 2 paragrafen tijd die complete wereld schetst. Ze zal achteraf op dit voorval nauwelijks nog terugkomen, tenzij dat ze voortdurend zal refereren naar kleine dingetjes uit dat verhaal. En als ik het mij straks herinner, zal ik jullie een paar clues geven van hoe ze dat dan doet. Het fragment. Niet sterker dan mijn liefde voor haar, antwoordde Sete. Sete is het hoofdpersonage vanuit wiens standpunt alles wordt geschreven. En daar had je het weer. De koelte van onafgewerkte grafstenen die haar opnam. Die ene die ze uitzocht om op haar tenen tegenaan te staan, met haar knieën wijd uit elkaar als een graf. Roze was hij, als een vingernagel. En bezaaid met glinsterende schilfertjes. 10 minuten, zei hij. Als je 10 minuten hebt, doe ik het voor niks. 10 minuten voor 7 letters. Had ze voor nog eens 10 teer erbij kunnen krijgen? Ze had er niet aan gedacht om het hem te vragen. En het zat haar nog altijd dwars dat het misschien had gekund. Dat ze voor 20 minuten, zeg een half uur, het helemaal had kunnen hebben. Elk woord dat ze de predikant op de begrafenis had horen zeggen, en veel meer viel er toch niet te zeggen, in de grafsteen van haar kleintje gegrift. Teer, beminde. Maar ze nam genoegen met het woord waar het om ging. Het moest genoeg zijn, dacht ze, bronstig parend tussen de grafstenen met de graveur, terwijl zijn zoontje toekeek met op zijn gezicht een oeroude woede en een heel nieuwe begeerte.
Dat moest zeker genoeg zijn. Daar konden de volgende predikant, de volgende abolitionist en een walgende stad het mee doen. Ik weet niet of dat voldoende illustreert wat ik probeer te vertellen, maar ze zal dus later in het verhaal heel voorzichtig terugraken en dan gaat ze ineens het hebben over die roze steen. Dat vind ik de kracht in literatuur, dat je maar die twee woorden nodig hebt om deze scène, deze passage weer helemaal op te wekken. En het hele boek lang voel je die problematiek van het feit dat ze maar het woord beminde heeft kunnen laten graveren, zat er eenvoudigweg niet genoeg, je zou zeggen, geld voor, maar in dit geval was het seks. En dat ze het daarmee moet stellen, maar dat ze dat ook wel het essentiële woord vindt van haar kind, want hier gaat het over. Het boek heet ook Beminde. En dat, ja, deze passage is zo fundamenteel voor het verdere boek, terwijl er eigenlijk niet meer op teruggekomen wordt. Dat vind ik zo sterk bij haar. En dat doet ze niet alleen in deze passage, dat doet ze voortdurend. En zo legt ze voortdurend stapstenen uit in een soort van moeras. En je construeert het verhaal aan de hand van die paar plekken waar je wel kunt staan, waar je niet wegzinkt in het verhaal. Dat is voor mij iets wat ik bij niet veel andere auteurs heb gezien. Dus helemaal los van de problematiek, want de problematiek vind ik ook heel interessant, maar zou op zich misschien niet interessanter hoeven te zijn dan veel andere verhalen die raaklijnen hebben met de werkelijkheid, maar waar toch een heel goed portie fantasie in zit. Wat mij natuurlijk in dit boek geweldig aanspreekt, is het feit dat het over een vrouw gaat. Het gaat over een moeder, hè. We hadden het daarnet in het andere debat over. We gaan allemaal op zoek naar herkenning als we literatuur nemen, maar wat mij raakt is natuurlijk niet zozeer de herkenning, maar de absolute vervreemding die optreedt. Want zij heeft 4 kinderen, ik heb er 3. Zij zitten met de problematiek van moederschap en alles wat ermee bij komt kijken. Maar wat mij boeit is, wat zou het zijn geweest als ik in die situatie, zijnde van een ander ras, zijnde een onderdrukt volk, moeder was geweest. Dat is waar wij in literatuur naar op zoek gaan, denk ik. Ja, en is dat ook, want je hebt ook heel veel geschreven over mensenrechten en je voorvechter van mensenrechten-educatie, wat mij weer verschrikkelijk aanspreekt. Maar daarom vond ik het ook zo mooi dat je dit boek ook weer koos. Ik vertelde het net aan jou, ik heb een boekenclub en daar bespreken we ook dit boek. Of althans hebben we het besproken. En daarin hadden wij continu de vraag van de rol van haar. Is het nou een zielige mevrouw of is het juist een onwijs sterke vrouw die uiteindelijk toch zelf beslist hoe ze haar leven invult? En dan de vraag naar jou toe. Deze thematiek, hoe vinden we dat terug in jouw schrijfstijl? He, dus die continue strijd tussen wat is hier aan de hand? Wie is hier bezig? Welk verhaal wordt verteld? Oké, ja, ik neem eerst even de eerste vraag. Het valt een beetje moeilijk natuurlijk, omdat we niet mogen verklappen wat er in dit boek gebeurt. Dus het is heel moeilijk om daarover te praten. Ik probeer het ook nooit voor andere schrijvers te verknallen, want dat is natuurlijk net wat je doet en wat zij bij uitstek doet. Is zij speelt voortdurend met de voorkennis die er niet is en de voorkennis die zij creëert. Dat is heel intrigerend hoe ze dat doet. Maar goed, als we dan bij dat vraagstuk komen van is ze nu een sterke vrouw of net een zielige vrouw, dat vind ik op zich niet zo interessant om die vraag te beantwoorden. Ik meen te kunnen vermoeden wat Toni Morrison er zelf mee zal bedoeld hebben. Ik ben vrijwel van overtuigd dat zij dit als een daad van protest heeft gezien. Dat ze dat ook zo heeft bedoeld. Maar op zich denk ik dat ik ook als ik naar het leven kijk, en dan kom ik bij jouw tweede vraag, en ook als ik zelf schrijf, vind ik dat niet zozeer het interessante. Het boeit mij niet zozeer om dan op het einde van het verhaal uitsluitsel te hebben en een oordeel te kunnen vellen en te kunnen zeggen van dit personage was zwak, dus we moeten haar veroordelen. Yes. En dit boek is geschreven net om te laten zien dat we ons niet mogen laten manipuleren, bla bla bla. Of nee, kijk eens hoe sterk ze is. Dit is een boek dat zorgt voor empowerment en het zorgt ervoor dat de lezer inziet dat hij wel zijn lot in handen heeft.
ik zit niet zo in elkaar en het leven zit naar mijn gevoel helemaal niet zo in elkaar. Het enige wat mij overkomt is dat ik voortdurend slinger tussen die twee gevoelens. Juist. De ene keer denk ik van help, ik heb niks in de hand en het overvalt mij allemaal en ik word gerold en ik rol maar door mijn eigen geschiedenis. En andere momenten kan ik mij heel sterk voelen en weet ik veel, heeft het met hormonen te maken of iets anders. Ik denk dat we er allemaal mee te maken krijgen dat we dat soort keuzes nooit exclusief en definitief voor ons eigen leven maken. Dat we voortdurend of de slingerbeweging maken of ergens tussenin zitten. En zeker mijn rol als schrijver is dan dikwijls om over dit soort dingen in debat te gaan. En meestal neem ik dan de houding aan van ik hoor even wat mijn andere debattant, welke positie hij aanneemt. En no matter wat die positie is, die van mij zal de omgekeerde zijn, want dan heb je een interessant debat. Dus ik denk dat we juist, ik heb ooit een tekst geschreven waarin ik zeg, er is heel veel plaats in de schedelpan van een schrijver. Ook voor heel veel gedachten, ook voor heel contradictorische. En in extensio is dat natuurlijk ook zo voor de lezer en voor de mens in het algemeen. Wij staan bol van totaal contradictorische opvattingen. Ik bedoel, ik wil de mensen geen eten geven die fulmineren omdat je een bontjas draagt, maar dan wel vlees eten. Terwijl ik denk van, ja, hey, hoe zit het dan? Wees consequent, Dus er zijn, dat is mogelijk. Onze geest staat dat toe. En onze geest staat ook toe. Wij kunnen daar ook helemaal mee leven. Voor mij gaat literatuur eerder daarover. Over al die contradicties, die totale onsamenhangendheid van onze eigen o zo consequente en principiële brein, waarvan we door vuur zouden gaan denken van dat hebben we netjes op een rij, dan blijkt het eigenlijk totaal niet zo te zijn als we onszelf onder ogen zien. Dat zijn ook de personages die mij interesseren. Dat zijn ook de personages die mij interesseren om over te schrijven. Dat is ook waar ik over schrijf als ik die jeugdboeken schrijf, omdat ik dat het belangrijkste vindt om te laten zien. Namelijk dat devoileren of dat demystifieren van alsof er zoiets zou zijn als een rechtlijnig karakter. Dat kom ik in het leven niet tegen. Laat staan dat je dat dan in boeken zou beschrijven. Dat zou mij dan heel pover en schraal overkomen. Dus daar wil ik het in boeken niet over hebben. En aan boeken die daarover gaan, daar kom ik 10 bladzijden ver in. En dan is het jammer genoeg voor die schrijver afgelopen. En je zegt, vandaar wil ik het in ieder geval niet over hebben. Het moet niet pover, het moet niet schraal. Wat is voor jou dan, dat je zegt van, dit is mijn vakmanschap vind ik in en een puntje, dat je dus, daar wil ik het echt over hebben. Dat is mijn onderwerp, dat is wat ik schrijf, dat is wat mij, Anne, drijft in mijn boek. Hmm. En wat ik mensen wil vertellen. Ja, dat is een moeilijke. Mijn eerste reflex is te zeggen dat dat voor elk boek wijzigt, maar dat klopt niet helemaal. Ik denk dat er wel lijnen in te trekken vallen. Ik denk dat vele al aan bod is gekomen in wat ik heb gezegd. En ik denk dat wat ik heb gekozen vandaag ook heel illustratief is voor wat ik ben. Ik denk dat het bij mij heel dikwijls gaat over dat spagaat tussen tegenstrijdige gedachten, maar eigenlijk, om het dan toch meer op mezelf te brengen, het gaat ook dikwijls over vrouwen. Het gaat dikwijls over het spagaat tussen dat vrouw willen zijn en ambitie willen hebben en dan schrijver willen zijn en dat toch bemoederen. Ik vind personages interessant als er, in het Vlaams zeggen wij, als er een hoek af is. Ik vind dat een heel mooie uitdrukking, maar ik denk niet dat Noord-Nederlands is. Dat wil zeggen, van er is iets stuk mee, ja, letterlijk, er is een hoek af. Ik ben weer mee met een Vlaams woord bezig. Het is zo'n mooi woord dat ik het wil delen, maar het is eigenlijk een dialectwoord. Ik jeun me, ik amuseer me, betekent dat. Je jeunen, ik weet niet waar het vandaan komt, maar het is een schitterend woord. Met het doorzoeken van personages die wijfelachtig zijn, die het niet zo stellig formuleren en dan de contradictie te zien tussen de personages die ik creëer en mezelf. Want als schrijver moet ik een zekere stelligheid hebben, want ik moet dat verhaal vertellen en ik moet dingen afschaffen. Ik moet zeggen van daar en daar en daar en daar ga ik het niet over hebben. Dus ik moet eigenlijk een heel afgebakend traject volgen, anders krijg ik zo'n heel zwalperig boek wat nergens naartoe leidt. Ik ben ook het soort schrijver dat absoluut niet kan gaan zitten als ze niet weet wat haar plan is. En dat plan is tamelijk
afgebakend, verandert wel voortdurend hoor, maar het is wel een plan. Ik kan niet beginnen zonder een plan. Ik weet dat er schrijvers zijn die gaan zitten met een openingssituatie of een sfeer. Dat kan ik helemaal niet. Ik moet linea recta weten waar ik naartoe ga, wetende dat ik daar ook de hele tijd van zal afwijken, want het lukt dus nooit. Ik wou dat ik mijn plan kan volgen, maar help mij. Wordt altijd een enorme soep. Moet ik het allemaal weer recht trekken? Dus schrijven is eindeloos problematisch voor mij, maar dat zal voor de meeste mensen zo zijn. En dus die stelligheid die je zelf hebt, ook nu als ik praat, ik ben mij daarvan bewust, ik klink stellig en ik poneer. En die vreselijke twijfel die daar eigenlijk mee gepaard gaat. En dan thuiskomen en denken van, waarom heb ik dat in godsnaam gezegd? Maar ook, waarom schrijf ik dat in het boek? Dat, denk ik, vind ik aan het schrijfproces zelf ook het meest interessante. Dat je als twijfelend individu dan toch opteert voor een beroep die eigenlijk niet te veel twijfel toestaat. Want als je te veel twijfelt, raakt dat boek nooit af. Klopt. Want op een dag moet je zeggen van, ja, het zal zo eindigen en niet anders. En dat is altijd heel pijnlijk, want je hebt 500 opties, maar je kiest die ene. Ja. Ik vind schrijven altijd l'embarras du choix. Daarom heb ik ook in het verleden, heb ik een aantal boeken, toen ik in de kleine kinderen zat, heb ik specifiek twee boeken geschreven die eigenlijk hervertellingen waren van bestaande verhalen, precies om die reden. Want al die kinderen maakten altijd maar zoveel lawaai. En elke daad die je stelt in het boek kan gevolgd worden door een miljoen nieuwe daden. Ik heb geopteerd om het sprookje van de roos en het sprookje van de schone en het beest te hervertellen op een gepsychologiseerde manier. Dat is de roos en het zwijn geworden. En ik heb het verhaal van de Ark van Noah helemaal historisch gemaakt en psychologisch gemaakt. Om dezelfde reden. Om te denken van, ik ga 400 bladzijden schrijven en de verhaallijn ligt vast. Oef, hij staat in de Bijbel. Ja. Ik ben helemaal niet bijbels verder, maar ik heb dan ook het verhaal geschreven vanuit het standpunt van een jonge vrouw die niet mee mag op de ark. Dus er zit ontzettend veel godsdienstkritiek. Ja. Ik wil even de atheïsten onder jullie niet afschrikken. Nee, het is een prachtig boek dat iedereen zeker moet lezen. Helaas, de ellende is dat we dus niet verder kunnen praten, want de tijd is alweer om. Dat is heel ernstig, maar ik zie onze lieftallige mevrouw daar staan van nu ophouden. Ja, het is heel jammer, maar in ieder geval, misschien is ook met dit gesprek nog een hoek eraf gekomen, ik weet het niet. Hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek. Anne. Ja, dankjewel.